Welkom bij weer een nieuwe vlog. Vandaag in de vlog, VCF. VCF is een product van VMware, maar wat kun je er nou eigenlijk mee bereiken? Vandaag in de vlog neem ik een collega mee, Robert Kramerdonk. Robert, welkom. Ik zou zeggen, stel jezelf eerst even voor. Ja, goedemorgen. Nou, ik ben Robert. Ik ben infrastructuurspecialist bij RedLogic en ik specialiseer me eigenlijk in verschillende producten van VMware, waaronder NSX, vSphere, maar ook VCF. Cool. We hebben het in een eerdere vlog al een keer gehad over vSphere en over NSX hebben we het al een keer gehad. Maar wat kun je nou eigenlijk met VCF? Ja, VCF is eigenlijk een beetje de complete geïntegreerde hyperconverged infrastructure van VMware. Zo, dat is een mondvol. Dat is een hele mondvol. Het klinkt heel fancy, maar eigenlijk is het niet meer dan een samenraapsel van verschillende producten van VMware in één doosje verpakt, als het ware. De grote producten van VMware zitten daarin. NSX, VSAN, vRealize en ook de vSphere componenten. Oké, dus het is eigenlijk een soort framework waar alle producten in worden uitgerold die je nodig hebt om een software-defined datacenter uit te rollen. Dat klopt. Oké, en ja, wat maakt VCF nou zo speciaal? Nou, de geheime saus van VCF is de SDDC Manager. Deze SDDC Manager, dat is echt een VCF-eigen product. En dat is eigenlijk een soort van super vCenter. Je kan namelijk met VCF kun je verschillende workload domains uitrollen. En elk workload domein is een compleet SDDC. Dus echt een eigen vCenter, een eigen NSX. En die kun je ook bijvoorbeeld aan klanten uitdelen. Als je een cloudbeheerder bent. En wat VCF zo speciaal maakt, is die SDDC Manager die daarboven zit om alle infrastructuurcomponenten in de gaten te houden op een echt een groot macroniveau. Binnen die SDDC Manager kun je namelijk heel goed je resources zien. Je kunt heel makkelijk hosts toevoegen en ook hosts updaten. Want dat is wat de SDDC Manager doet. Dat is een automation framework eigenlijk. Er zitten een heleboel scripts en automation tooling in om al die verschillende componenten, NSX, VSAN, vRealize, vSphere, aan elkaar te knopen. En dus op een compleet geautomatiseerde dingen uit te rollen, dingen te updaten, dingen uit te breiden, dingen ook weer te verkleinen. Ga zo maar door. Oké, en heb je daar nog speciale dingen voor nodig qua apparatuur? Of wanneer kun je beginnen met VCF? Je kan eigenlijk al vrij snel beginnen met VCF als je maar 4 hosts hebt. Als je 4 vSphere hosts hebt en die moeten dan eigenlijk het enige speciale is dat ze vSAN ready nodes moeten zijn. En natuurlijk, de componenten moeten op de hardware compatibility list staan. Maar dat geldt in principe voor alle dingen die je met VMware wil gebruiken. Maar als je 4 hosts hebt waar je VSAN op kan draaien, dan kan je in principe ook VCF gebruiken. Ah, klinkt leuk. Je zei het in het begin al even, er is een tijdje terug een nieuwe versie uitgebracht, VCF 4.0. Zitten er nog leuke dingen in waarvan we moeten weten? Ja, VCF 4.0. VCF wordt best wel regelmatig geüpdate. Al die updates worden ook getest door VMware, wat het een heel erg stabiel product maakt. En 4.0 is eigenlijk gewoon de volgende in de reeks. Maar het is wel een beetje een speciale dit. Want in 3.9 was je nog verplicht om NSXV te gebruiken in het management domein. Je had wel al de keuze voor T bij je andere workload domains, dus je virtual infrastructure. Maar het management domein, dat was altijd W. En daar zijn ze van afgestapt. Dus dat is voor mij wel echt de grootste change. Okay, dus nou, misschien moeten we daar nog even iets verder op ingaan. We hebben het in een eerdere vlog wel gehad over NSXT, maar nog niet over NSXV. NSXV is eigenlijk het product wat voor NSXT gebruikt werd. Dus dat is overgenomen bij een andere overname van een bedrijf. En daar hebben ze NSXV van gemaakt. En NSXV wordt tot versie 6.4 onderhouden. En er komen nog wel subreleases achter. Maar wordt verder niet meer doorontwikkeld. En die gaat in 2022, even uit mijn hoofd, gaat die ook uit Global Support. En daardoor is er nu NSXT ontstaan. Dat is zeg maar hetzelfde product, nieuwe versie, maar echt compleet opnieuw ontwikkeld. En nu kun je dus in VCF 4.0, begrijp ik, gebruik gaan maken. Of kun je of moet je gebruik gaan maken van NSXT? Je moet gebruik maken van NSXT. Ja. Cool. Ook wel belangrijk om te benoemen is dat er geen migratiepad is van 3.9. De VCF 4.0, zoals het er nu is,
is een greenfield-only installatie. Ik verwacht heel erg dat in de toekomst dat wel zo gaat gebeuren. Het zal waarschijnlijk een migratie-upgrade zijn. Maar op dit moment kan je VCF 4 dus alleen gebruiken als je een schone nieuwe installatie doet. Oké. Okay. Nou, wel mooie dingen. Dus we hebben NSXT in het management cluster. Nog andere leuke features? Ja, zeker. Je hebt nu bijvoorbeeld ook vSphere 7.0 zitten in. Maar goed, dat is in principe meer, beter en nieuwer. En je hebt ook vooral de mogelijkheid om Kubernetes workloads direct op vSphere op ASXCTRL zelf te draaien. In plaats van dat je daar een Docker host of iets anders voor nodig hebt. Kan je dus nu native Kubernetes container workloads draaien, aangestuurd vanuit VCF. Dus met alle automation vanuit de SDDC manager. Cool. Zeker cool. Nog een leuke toekomstvisie? Nog voorspellingen? Waar gaan ze naartoe met VCF? Oeh. Ja, zoals ik zei, VCF wordt heel snel en veel geüpdate. Ze doen dat ongeveer 4 keer per jaar. Dus 4 keer per jaar kun je echt een nieuwe release verwachten. Dus dat maakt het voor de release calendar planning ook best wel makkelijk. En ik verwacht in de toekomst meer, mooier, betere integratie van verschillende producten. En als ik heel ver naar de toekomst kijk, dan verwacht ik eigenlijk dat er nog een betere native integratie is tussen de verschillende public cloud providers en je SDDC on-premise. En stiekem, als ik een beetje een heel ver in de toekomst mag kijken, denk ik dat HCX geïntegreerd gaat worden in VCF. Dat verwacht ik. Het lijkt me heel gaaf om dat te zien. Dat je dus echt out of the box al heen en terug kunt migreren tussen je public cloud en je on-premise omgeving. Dat zou ook heel gaaf zijn. Misschien HCX nog eventjes uitleggen, want daar hebben we het nog niet eerder over gehad. Heel kort samengevat is HCX een soort van migratietunnel product om naar de public cloud te gaan en ook weer terug. Maar het wordt ook eigenlijk gebruikt om tussen verschillende omgevingen te migreren. Zie het maar als een soort van vMotion VPN. Zo zou ik het even willen omschrijven. Ja, het is eigenlijk een soort van vMotion van je private cloud naar de public cloud en weer terug. En je kan ook layer 2 netwerktunnels maken tussen de twee locaties waarmee je eigenlijk twee omgevingen, een private cloud en een public cloud, heel makkelijk aan elkaar kan koppelen. Dus om het eigenlijk even heel kort samen te vatten, VCF is een framework vanuit VMware waarbij hun producten en versies samenvoegen in eigenlijk een library waarvan ze weten dit is een combinatie die overal altijd werkt. En daarmee heb je eigenlijk in een hele makkelijke uitrol een software-defined datacenter tot je beschikking waarmee je alles kan gaan doen. Ik had het zo netjes samengevat. Prachtig, ik had het niet beter kunnen zeggen. Ja, super. Bedankt voor je tijd. Dit is alweer het einde van de vlog. Ik zou zeggen, kijk nog even op onze tech-website, onze tech-blog, blog.redlogic.nl. Er komen interessante verhaaltjes over online, ook over NSXT. VCF komt ook nog wel een stukje over online. En daar houden we in elk geval jullie op de hoogte van de laatste updates. Bedankt voor het kijken en tot de volgende.